Hey gasten, en welkom weer bij een nieuwe aflevering. Ja, wat ik eigenlijk in deze aflevering wou doen is op zoek gaan naar een guinea pig. Dat is eigenlijk het enige. Nou, waarschijnlijk verzin ik wel meer onderweg. Maar ik wil. Het hoofddoel is gewoon een guinea pig zoeken. Want ik wil er gewoon één. Ik moet er gewoon één. Hé, hey, dat is zo'n dude, gozer. Dat is zo'n gare. Denk als ik er naartoe wil lopen, gaan ze weg. Ik heb er echt een pesthekel aan. Letter G. Ik zie daar dat groene beest. Een Go-Goat. Maar dat is geen guinea pig. Ik wil een guinea pig vinden. Oh, een cave. Nou, we kunnen hier gaan kijken. Laat maar. Misschien als het de cave is, dan. Shit. Het wordt donker. Woe. We hebben een cave gevonden waarschijnlijk. Maar ik heb geen toortjes bij me. Kool! Crapzooi. Nee joh. Ah. Dat is echt zonde. Hadden we eindelijk kool? Nee hoor, daar ben ik het vergeten mee te nemen. En ik mag wel rennen, ik zie de boom al. Oh crap, sorry. Dit is niet zo mooi. Moet ik die kant op? Oh shit. Volgens mij heb ik slecht nieuws, volgens mij ben ik verdwaald. Ja, ik kan officieel nu zeggen dat ik verdwaald ben. Kut. Oh, het is niet zo goed. Ah, shit. Kan het nog erger? Jezus. Ik had nooit zo ver moeten. Oh, kut. Opzouten. Oh. What the fuck? Oh, waarom heb ik het gevoel dat er een zombie op mijn dak zit? Omdat het waarschijnlijk ook zo is, maar goed. Hoor een creeper vallen. Oh, dat ben jij. Nou, ik hoorde daarnet dus echt een creeper, maar goed. Guinea pig! Jee! Hey! Yes! Congratulations! You get to do more creeps and weirdos. Ah, hij heet de Polish Baron, jongens! We hebben een guinea pig! Als het goed is, kan ik hem nu op mijn hoofd dragen. Crap, hoe? Ik wil hem op mijn hoofd. Kan die op mijn hoofd? Oh, dat weet ik niet. Kom op, we gaan hier weg.
moet hem eerst een opdracht geven, maar... Wat de hel? Volgens mij moet je hem klikken of zo en dan E of zoiets. Hoe moet dit? Ja, soms. Ik denk dat ik hem niet moet hitten. Oh. Wander around and have fun. Nee, dat niet. Shit. Wat een gedoe is dit. Fight, oké. Oké, jongen, we gaan hier naartoe. Oh, hij is nu al de weg kwijt. Ik kom wel weer terug. Oh, jongen, we hebben echt een guinea pig. Kom, nee. Mij volgen. Volg mij. Kom, even kijken. Bots, nak hem. Nakken, nakken. Of val je niet schapen aan? Nou, je valt geen schapen aan. Ja, dat snap ik. Ze zijn veel te zwakke, ja, vind ik ook. Ze zijn veel te makkelijk, ja. Het zijn veel te aanlokkelijke dieren. Oké, kom maar hier. Kan je springen? Oh ja, zeker dat hij dat kan, hè? Oké, jongens. Wacht, oh crap, zo. Oh, hoe schil kan je zijn? Oh crap. En jongens, we hebben een guinea pig! De pollen is baron, jongens. We gaan dan echt trainen. Maar je hoort ook iets te kunnen met graan, dat je zo'n radiootje kan maken of zo. Ja, ik heb daar dus echt niet zoveel verstand van of zo. Maar we gaan ook weer verder met het bouwen van ons huis. Wanneer hebben we ons doel bereikt? En nu moeten we iets anders doen, omdat het nog niet helemaal vol 15 minuten is, volgens mij. Oh, ik vind hem echt zo cool, hè? Freaking awesome. Ik vind die beesten gewoon lauw. Zijn ze cool of niet, joh? Zet het even in de comments. En zet ook even in de comments hoe we hem gaan noemen, want je kan de naam echt altijd veranderen. Dus ik ben benieuwd wat jullie ideeën zijn. Zou wel spannend zijn. Oh, dit hier wil ik echt gebruik van maken. Oké, zo. Wil ik hier ook. Uit. Dit is wel ziek. Hebben we hier ook ergens een worm? Kunnen we die hier opgooien en krijgen we cookies. Cookies! Ik ben weer helemaal schil. Ik zie het helemaal over het hoofd. En ik denk dat we de aflevering gaan afsluiten, want we hebben een heel goed einde. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet, zet in de reacties hoe je ons cavia wil noemen en ik kies de leukste uit. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het kijken voor de derde keer. En dit keer echt peace out.